Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is gericht op het ontwikkelen en bevorderen van de agrarische sector om een richtige uitvoering te geven aan het ontwikkelingsplan 2017-2021. Het ministerie van LVV wordt ondersteund door 6 onderdirectoraten, namelijk Landbouw, Veeteelt, Visserij, Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, Planning en Ontwikkeling en Administratieve Diensten. In het kader van Dag der Agrariërs op 8 oktober 2019 en Wereldvoedseldag op 16 oktober 2019 zullen wij het ministerie van LVV belichten. In deze aflevering belichten wij het onderdirectoraat Planning en Ontwikkeling, waar mevrouw Wirais Rizital de leiding heeft. Wij nemen u mee naar het interview met mevrouw Rizital. Mijn naam is Wirais Rizital. Ik ben onderdirecteur van het onderdirectoraat Planning en Ontwikkeling. Het onderdirectoraat Planning en Ontwikkeling is een van de 6 onderdirectoraten op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit onderdirectoraat houdt zich bezig met het uitvoeren van de planning van het ministerie. En daarbij kan je denken aan uitvoeren van projecten, coördinatie en monitoring van de projecten op het ministerie, als ook rapportages en samenwerkingsverbanden met verschillende instanties, organisaties, nationaal, regionaal en op internationaal niveau. Wij houden ook bij jaarverslag van het ministerie, samenstelling van het jaarplan van het ministerie en deels doen wij ook evaluatie van projecten. Evaluatie is nog niet op zo'n hoog niveau, maar het ministerie werkt daar naartoe. Verder is het onderdirectoraat ook belast met verzamelen van statistieken van alle 3 sectoren, landbouw, veeteelt en visserij, waarbij er op jaarbasis publicatie wordt uitgegeven van de statistieken van het ministerie over alle 3 sectoren. Ik had het eerder over monitoring van projecten op het ministerie. Het onderdirectoraat houdt zich bezig met een aantal van de projecten, zoals het bekend project SAMAP. SAMAP staat voor Suriname Agriculture Market Access Project. Dit project is nu een heel bekend project. Dit project faciliteert 1000 boeren waarbij 200 van ze in aanmerking kunnen komen voor een kleine grant of een grote grant in coöperatief verband. Voor de kleine grant kan men in aanmerking komen voor $500. En voor de grote in coöperatief verband voor $300.000. Ik wil ook nog benadrukken dat het niet gaat om geld. De boeren ontvangen geen geld, maar equipment. En dan kan je denken aan waterpompen, brushcutters, andersoortige verwerkingsmachines. De bedoeling is dat de bestaande boer de gelegenheid krijgt om zijn landbouwactiviteiten te tillen tot een hoger niveau. Verder houden we ook bezig met het IDB-project, waarbij de laboratoria van het ministerie dan een beurt krijgt. We weten dat het ministerie niet beschikt over een eigen laboratorium, die was jaren geleden afgebrand. En middels dit project wordt er getracht om onze laboratoria weer in te richten en zo de gelegenheid te bieden om onze eigen testen te doen. We hebben ook nog in planning het agro-industrieel park in samenwerking met buitenlands bedrijf LR Group, waarbij er opgezet zullen worden een aantal modelbedrijven. U kunt denken aan een melkveebedrijf, een pluimveebedrijf en een combinatie van een plantenkassen en een openveldbedrijf.
deze faciliteiten zullen niet hebben de bedoeling om de boeren de gelegenheid te geven om kennis te ontwikkelen. Het is niet de bedoeling dat we de boeren zullen concurreren. Het rol van het ministerie is om de boeren slechts te faciliteren, niet om ze te gaan te kunnen concurreren. En er zullen ook kenniscentra aanwezig zijn bij deze modelbedrijven, waar er ook boeren vanuit de verre districten de gelegenheid kunnen krijgen om hun kennis op te doen ter plekke, samen met gelegenheid voor accommodatie. Dit onderdirectoraat heeft indirect verband met de sectoren zoals de andere direct verband hebben, landbouw, veeteelt en visserij. Het onderdirectoraat is meer dan op de achtergrond, maar levert een wezenlijke bijdrage aan de sectoren. Wij danken u voor het kijken en luisteren naar deze uitzending en graag tot de volgende keer. Blijft u ons volgen op onze Facebookpagina en op YouTube.